Dan is het 5:30. En zo waar, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben hier een vrouw in de studio. Ja, 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 ja. Want in de studio heb ik hier onze tv-collega Annika. Annika, goedemiddag. Goedemiddag. En dames en heren, Annika doet mee met Q Music. Ze zoeken daar namelijk een vlogmeister. Precies. Kun je even uitleggen wat het is? Ja, een vlogmeister? Ja, ja, tuurlijk. Ja, het was een unieke naam zeker. Maar het vlog is natuurlijk inmiddels steeds bekender geworden. Ja. En Q Music zoekt nu dus een vlogmeister. En die gaat dan op stap met Q Music naar de concerten. Naar alle activiteiten die Q Music organiseert. En waar zij verslag van doen. En daar zoeken ze iemand om daar verslag van te gaan doen. En ik wil eigenlijk diegene worden. Die vlogmeister. Dat lijkt me echt ontstellend vet om dat te gaan doen. Gewoon dat je overal gewoon gratis naar binnen mag en zo. En verslag gaat doen en weet ik veel wat al niet meer. Precies, leuke mensen interviewen. Ja, dat ook. En nou goed, dat kun je goed. Want als je even naar N1 kijkt, ook op onze website. Ze heeft van de week, je hebt van de week verslag gedaan van de Giro. Precies, was een sfeerverslag dat ik heb gedaan. Ja, was leuk toch? Ja, absoluut. Ja. Absoluut, wat een sfeer. Het zag er echt goed in en iedereen ging helemaal los. Mooie finish. Ik waande me een beetje in Italië afgelopen week. Dat was ook de bedoeling volgens mij, hè? Ja, dat dacht ik. Ja, nee, hartstikke leuk. Dat moet ik wel even gezegd hebben. Eventjes sigaar uit eigen doos, dames en heren. Maar oké, dat komt goed. Je hebt je daarvoor aangemeld. Je bent geëindigd bij de laatste 20. Las ik op Facebook. Ja, precies. Nou, het zit zo. Gisteren heeft de jury had 3 kandidaten al uitgekozen. Die zij de toppers eigenlijk vinden. Die sowieso doorgaan. Nou, daar hoor ik helaas niet bij. Maar wel hoorde ik bij de 20 die zij sowieso al geselecteerd hadden. Nu kan ik nog steeds door. En dat is als ik vandaag bij de top 3 kom van YouTube met views. Dus zoveel mensen moeten mijn filmpje kijken. Hoor ik bij de top 3, kan ik alsnog door naar de finale. En waar moeten ze dat doen? Doe even een oproep en zorg dat je stemmen krijgt. We willen stemmen hebben voor Annika. Ja, dat zou mooi zijn natuurlijk. Nou, ik denk dat het handigste is om gewoon naar mijn openbare Facebookpagina te gaan. Dat is Annika Pelgrom. Ja. Annika gewoon met dubbel N. En dan kunnen jullie het filmpje zien. En hoop ik natuurlijk dat jullie op me willen gaan stemmen. Zodat jullie me niet alleen bij N1 terug kunnen zien, maar ook nog eens bij Q Music. Nou, dat zou toch vet zijn, of niet? Ja, maar absoluut. Je blijft toch wel bij ons, hè, als je daar naartoe gaat, of niet? Ja, dat is wel de planning, ja. Gelukkig. Nee, we willen jou niet kwijt hier. Tenminste, hè, Gerry zei het vanmorgen al, ik zei het al. Nee, we willen je wel graag houden hier. Maar we gunnen het je natuurlijk van harte. Dat zou wel heel gaaf zijn. Dus even naar de Facebookpagina van Annika gaan en even stemmen, mensen. Zo! Ja, dat zou echt top zijn. Dus iedereen die gaat stemmen, dank je wel vast. Ja, er luisteren natuurlijk honderden mensen natuurlijk vandaag. Dus dat moet kunnen. Zo. Ieder beetje helpt. Iedere view helpt. Een view is een stem, dus dat moet helemaal goed komen, toch? En niet stiekem op F5 drukken, want dat ging niet helemaal goed volgens mij, hè? Ja, er is een klein probleempje. De views staan nu stil. En ik heb wel meer bezichtigingen op zich dan daar staat. Maar het moet goed komen, dus als je ziet het staat vast, ga gewoon door, stem gewoon of kijk. En hopelijk heeft YouTube snel een update. Nou, hoe leuk is dat? Kijk, zo willen we onze talenten gewoon hun vleugels uit laten spreiden, zeg maar, over het hele land. We zeggen altijd dat lokale omroep is een beetje een kweekvijver voor meer, zeg maar. Hè? Ja goed, ik blijf hier nog jarenlang vastzitten op dit honk hier. Vind ik helemaal niet erg trouwens, maar... Gezellig honk, toch? Ja, het is hartstikke gezellig hier. Kijk naar buiten, dat zie je toch, hè? Het is toch hartstikke leuk. Ja, ik heb wel zin om een drankje, hoor, te gaan doen als ik dit zo zie buiten. Lekker zonnetje. Nou, oké. Okay. Ja, nou ja, ik moet nog even wachten tot 7:00. Dan kan ik ook een drankje gaan doen. Nou goed, dus even stemmen. Even naar, nog maar een keer. Annika Pelgrom, hè, is je naam, hè? Annika Pelgrom met dubbel N. Annika Pelgrom. Ja, gewoon even zoeken op Facebook in het balkje. Dan kom je er vanzelf en dan zie je de post daar staan. En dan even kijken. En door te kijken heb je dus al gestemd. Zo makkelijk is het. Precies. Nou kijk, zo. Dan hebben we genoeg promotie zo, toch, dacht ik? Dat denk ik zeker wel. Dank je wel. Nou, dan ga ik ook nog een favoriete plaat van je draaien. Welke mag dat dan weer zijn? Ja, ik verzocht je al om Ziggala, maar die is natuurlijk net al geweest. Ja, die is al geweest vorige keer. Precies, dus we gaan gewoon door naar een andere topper. Dat was Calvin Harris met Summer. Nou, die ga ik voor je draaien. Dankjewel. Annika, veel succes. Ja, we knallen hem erin, dankjewel. Okay, nou, dan komt-ie.